Mijn naam is Sadek Hashawi. Ik ben chef de mission van Society Impact. Beste mensen, ik ga het met jullie hebben over impact investeringen in het publieke domein. Dat zijn investeringen in maatschappelijke of sociale ondernemingen die impact maken, verschil maken in het leven van mensen. Dat zeer efficiënt doen, vaak ook goedkoper. En als derde een duurzaam verdienmodel hebben, zodat ze na drie jaar. Uh, niet hoeven op te houden met al dat uh, goede werk wat ze doen. Voordat ik daar iets meer over ga vertellen, uh, wil ik eerst even terug naar de essentie in feite van het ontstaan van onze verzorgingsstaat. Het is goed om te beseffen dat wij geen economieën uh, meer wilden hebben die enkel en alleen zouden drijven op het maken van wapentuig. Om die reden uh, hebben we de verzorgingsstaat bedacht. En opgebouwd uh, in en al na de Tweede Wereldoorlog. Dat deden we door uh, grote noden van mensen, werkloosheid, ongevallen, ziekte, een plek te geven in die verzorgingsstaat. En dat is denk ik heel goed gegaan. En dat heeft ons heel veel moois gebracht. En daar kunnen we denk ik ook trots op zijn. Al snel daarna, omdat het zo'n groot succes wordt, besloten we ook wensen te gaan vervullen van mensen. Dus we bouwden gestaag, langzaam. De verzorgingsstaat uit. Dat heeft geleid tot nog meer wettelijke regelingen en nog meer mensen die in aanmerking kwamen voor allerlei voorzieningen binnen de verzorgingsstaat. Denk maar aan de kunst- en cultuursubsidies. Al heel snel werd duidelijk dat die verzorgingsstaat op deze manier in zijn totaliteit niet houdbaar was. En toen trad een periode in waarin we op onderdelen continu gingen hervormen. En die periode waarin we de wensen van mensen uh, vervulden... werd al heel snel opgevolgd door een lange periode, pak een beet vanaf 1982 tot 2010... waarin we permanent uh, onderdelen binnen de verzorgingsstaat hebben willen hervormen. Denkt u maar aan de woorden van marktwerking, et cetera, et cetera. Nu zitten we in een nieuwe periode. En in die periode moeten we helaas vaststellen dat we... Dreigen vast te lopen, of volgens sommigen totaal vast zijn gelopen. Als u naar het totaal van de voorzieningen en de regelingen eh, kijkt, dan kunt u met mij, denk ik, constateren dat het op zijn minst onoverzichtelijk is en dat er enige logica zit in het feit dat we het anders moeten doen. Laten we eens inzoomen waarom we eh, vastlopen, door bijvoorbeeld naar de zorg eh, te kijken. Aan, het, aan dit staartje ziet u dat we bijvoorbeeld in 2020 zo'n 180 miljard dreigen te gaan uitgeven... aan de zorgkosten. Nou kun je daar heel veel over zeggen, maar linksom of rechtsom... als je kijkt naar de vergrijzing, naar de mensen die die kosten moeten opbrengen... dan is dat niet houdbaar. Zoomen we wat verder in en nemen we een voorbeeld... zoals de begeleiding van een multiprobleemgezin... dan ziet u aan het kassabonnetje... Dat een gemiddeld gezin 103.000 euro kost. Dat zijn kosten die u en ik, de gemeenschap, moeten dragen. Niet omdat we dit gezin de begeleiding of de ondersteuning of de zorg niet gunnen, want deze mensen verdienen alle hulp die ze kunnen krijgen. Maar het zou efficiënter kunnen, het zou beter kunnen en het zou misschien ook wel zodanig kunnen dat het gezin er op langere duur ook daadwerkelijk beter van wordt. Deze casus. Is er maar één. Dit is een echt gezin. En we kunnen het hebben over de schuldhulpverlening, of over de mantelzorg, of over de jeugdwerkloosheid. Deze kassabonnetjes kunnen eigenlijk op elk sociaal probleem worden gemaakt. Als we kijken naar de ontwikkeling van de verzorgingsstaat, dan denk ik dat we een nieuwe periode binnengaan. En ik zou die periode willen kenschetsen als de sociale investeringsmaatschappij. Sommigen noemen dat ook wel eens de participatiesamenleving, weer anderen noemen dat de do-democratie, anderen praten in termen als zelfredzaamheid, samenredzaamheid, etc. Ik spreek liever van een sociale investeringsmaatschappij, omdat het beter aangeeft dat we een beroep willen doen op alle mensen, alle organisaties, alle instellingen, uh, om een bijdrage te leveren. Aan het oplossen van sociale problemen zodanig dat we de verzorgingsstaat op langere termijn voor de meest kwetsbaren overeind kunnen houden. Het is goed om wel vast te stellen dat die sociale investeringsmaatschappij wel zou moeten draaien om het maken van impact. Uiteindelijk gaat het om het verwezenlijken van waarden als veerkracht, als zelfontplooiing, als ontplooiing, emancipatie, vitaliteit. Het gaat dus niet alleen maar om. Geld op een andere manier in te zetten in de samenleving. Het gaat erom om geld in te zetten op een dusdanige manier dat die impact beter gerealiseerd kan worden. En daar wil ik u even in meenemen. In die sociale investeringsmaatschappij is het ook zaak dat bijvoorbeeld banken of filantropen of andere ondernemingen ook gaan kijken naar hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan sociale duurzaamheid en het oplossen van sociale kwesties. Niet alleen maar de verbreding van de A4. Niet alleen maar investeren in PPS-constructies, niet alleen maar uh, de windenergie, allemaal hele belangrijke thema's. Maar kunnen we nou met dat geld ook actief zijn binnen het publiek domein? Naar nou, mijn volle overtuiging kan dat als we gaan nadenken over innovatieve financieringsinstrumenten om ondernemers te voorzien van geduldig kapitaal. Er zijn vele uh, uh, verschillende financieringsinstrumenten, en ik wil er voor nu. Maar één met u doornemen, de zogenaamde Social Impact Bond. We kunnen het heel complex maken. We kunnen het ook proberen iets minder complex te maken. Maar een Social Impact Bond is eigenlijk een prestatiecontract. Een pay per performance resultaatbekostiging. En dat werkt in het kort eigenlijk zo. We hebben een ondernemer met een heel goed idee, met een hele goede interventie, een bewezen methodiek. ...om een bepaald sociaal probleem op te lossen. Neem jeugdwerkloosheid, neem detentie, neem mantelzorg. Die ondernemer heeft een fantastisch businessplan... ...maar heeft daarvoor natuurlijk werkkapitaal nodig... ...en dat werkkapitaal wordt in het model verschaft door private partijen. En dan kunt u denken aan banken, u kunt denken aan vermogensfondsen... ...maar u kunt ook aan andere financiële partijen denken. Met dat geld kan de ondernemer... Zijn interventie uitvoeren en het sociale probleem te lijf gaan. Nogmaals, op een dus zodanige manier dat niet alleen impact wordt gemaakt, maar dat het ook met een duurzaam verdienmodel. Als die ondernemer er nu in slaagt om de resultaten te behalen die hij belooft, dan leidt dat bijna altijd tot enorme kostenbesparingen in het publiek domein. Als je werklozen eerder aan een baan helpt, bespaar je op uitkeringkosten. Als je demente ouderen langer op een goede manier thuis weet te houden... dan bespaar je doordat mensen niet worden opgenomen in verpleegde huizen. Als je mensen op een goede manier hun schulden laat oplossen... dan bespaar je bijvoorbeeld op onnodige uithuiszettingen... of onnodige crisisopvang of onnodige ondertoezichtstellingen. Die kosten vallen binnen het domein van de verzorgingstaat. En daar komt de truc. Dan zegt de private partij tegen... De overheid, de gemeente, de verzekeraar, de partijen waar eigenlijk de baten vallen, mag ik een stukje uit die besparingen terug als rendement. Dat is eigenlijk een win-win situatie. Omdat de ondernemer uh, impact maakt en er ook nog een beetje zijn brood mee verdient. Omdat de private partijen actief kunnen zijn in het sociale domein, maar ook hun geld terugkrijgen met een zeker redelijk en billig rendement. En als derde, de probleemeigenaar, de overheid, de gemeente, de verzekeraar. Die doet datgene waarvoor ze in het leven zijn geroepen, namelijk bijvoorbeeld mensen sneller aan de baan helpen. De besparingen zijn veel groter dan het uitgekeerde rendement. Maar nog veel belangrijker is dat er hier een risico wordt verschoven van het publieke domein naar het private domein. Want slaagt die onderneming er niet in. Dan is de private partij dus zijn geld kwijt. En hoeft de overheid, de verzekeraar, et cetera, dus ook niet terug te betalen. En kunnen wij met dat gemeenschapsgeld andere dingen doen. Een tweede uh, belangrijke, uh, 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 een belangrijke kans voor de overheid is dat dit zou kunnen leiden tot meer sociale innovatie in het publiek domein. Want het is nu eenmaal zo dat private partijen meer mogen doen dan een overheid. Een overheid moet mensen altijd gelijk behandelen. Heeft wet en regelgeving waaraan ze zich altijd moet houden. En voor een private partij is het nu eenmaal wat makkelijker om te experimenteren en om maatwerk te leveren. Dit model van een social impact bond is een manier om tot meer impactinvesteringen in het publiek domein te komen. Meer partijen, meer stakeholders te betrekken bij het oplossen van gemeenschappelijke problemen die wij ieder afzonderlijk niet kunnen oplossen. En zou een bijdrage kunnen leveren aan het houdbaar houden van onze verzorgingsstaat, want uiteindelijk willen we wel die verzorgingsstaat overeind houden, nogmaals, voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Ik wil u drie voorbeelden geven hoe het zou kunnen werken. Dit zijn echte ondernemers, met echte plannen, die echt zijn doorgerekend, en die uh, veelbelovend zijn en ook kans van slagen hebben. Zo is er een ondernemer die laat zien dat die multiprobleemgezinnen, in een grote stad op een dusdanige manier kan begeleiden dat ze en tevreden zijn en de regie weer hebben over hun eigen leven, maar dat het ook een stuk goedkoper kan. Daar zijn banken voor uh, geïnteresseerd die willen investeren in deze onderneming en een afspraak willen maken met de gemeente waar de baten vallen om een social impact bond te kunnen sluiten. Een tweede ondernemer is een ondernemer die overbelaste mantelzorgers ondersteunt door overbelaste mantelzorgers op een goede manier te ondersteunen, kunnen demente ouderen op een goede manier worden ondersteund thuis, waardoor ze later uh, worden opgenomen in verpleeghuizen. Dat leidt tot enorme besparingen in de AWBZ. En ook daar zijn er heel veel private partijen die heel graag willen investeren, maar is het nodig om een afspraak te maken met of een gemeente, verantwoordelijk voor de WMO, of een verzekeraar, verantwoordelijk voor, voor de AWBZ, dat een stukje rendement uitbetaald kan worden aan de investeerder. Maar ook een hele haalbare en veelbelovende uh, ondernemer. En als laatste wil ik noemen een ondernemer die heel graag ex-delinquenten sneller aan een baan wil helpen. En ook daar is er een business case, een value case, die tot een win-win-win situatie kan leiden. Dit is een zoektocht. We staan aan het begin van een uh, interessante ontwikkeling. In het buitenland zijn ze al iets uh, verder. Als afsluiting uh, wil ik u een filmpje laten zien. Die gaat over de eerste Social Impact Bond in Nederland. Gesloten in Rotterdam. U heeft er ongetwijfeld over gelezen. En daarin komen eigenlijk de partijen die ik net heb genoemd allemaal aan het woord. En vertellen zij u zelf waarom ze het belangrijk vinden. Om op deze manier te investeren. In het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Als maatschappij kennen we tal van uh, uitdagingen. Nou, die kan niet de overheid alleen aanpakken. Maar een social impact bond is een contract waarbij een private investeerder investeert in zo'n maatschappelijk probleem. Uh, de overheid die betaalt de investeerder het rendement op basis van de besparingen die die overheid realiseert. De businessclub, zoals we die hebben met 160 jongeren, gaat zeker slagen. Wij, wij hebben daar echt geloof in dat juist ook in deze tijden, door samen met het bedrijfsleven op stap te gaan en aan een doel te werken, dat je nu ook in deze tijden voor jongeren veel meer kansen kan krijgen. En we zien hele nieuwe wegen om niet met een standaard subsidie te werken, maar juist met een investering in mensen te werken. Wij zien dit eigenlijk als een soort bijna triple-win situatie. Want we kunnen hier gemeente helpen die problemen heeft in de financiering in deze barre tijden. We kunnen jongeren helpen die het echt nodig hebben om een zetje te krijgen richting de arbeidsmarkt. En we kunnen op deze manier ook innovatieve nieuwe financiële producten maken en bedenken met elkaar om de problemen in de samenleving allemaal aan te pakken. Ik kijk, je kijkt naar mensen die zien. Dat je eh, maatschappelijke doelen kunt verenigen met financieel doel. En dat je dus echt eh, op zoek kunt naar een, naar een businessmodel, naar een bedrijfsmodel wat die twee doelen samen kan pakken. De businessclub brengen we jongeren vanuit de uitkering naar de droom waar ze willen komen. Dus dat is een eigen bedrijf, een baan of de opleiding die bij ze past. Wat we in het verleden hebben laten zien, is dat we jongeren zeven maanden sneller uit de uitkering brengen dan vergelijkbare jongeren. Dus we hebben al bewezen dat we het kunnen. En met deze Social Impact Bond kunnen we het op een veel grotere schaal gaan doen. Dus wat wij verwachten is dat het succes nog veel groter gaat worden dan in het verleden. Om dat rendement ook daadwerkelijk te meten, wordt er veel onderzoek gedaan. Dus er wordt heel precies gekeken wat verwacht jij te bereiken en wanneer vinden we het ook geslaagd. Um, en juist dat is een van de krachten uh, waar het bedrijfsleven en de overheid elkaar kunnen vinden. Door heel precies dat rendement te bepalen en ook niet te schromen om uit te betalen als dat gewoon behaald wordt. Vindt u dit net zo inspirerend als ik? Vindt u dit een mooie beweging waaraan u ook een bijdrage wilt leveren? Dan uh, zou dat zeer gewaardeerd worden. Want nogmaals, het gaat hier om het aanpakken van sociale problemen. En daar is de overheid, er zijn ambtenaren, wethouders, een zeer belangrijke speler. We hebben u dus ook nodig om deze beweging tot een uh, succes uh, te laten komen. Dus als u ideeën hebt, opmerkingen, vragen, plannen, uh, neem gerust contact op en dan gaan we samen aan de slag.